holding against a Castellate siege push or fighting off an aggressive Persian or Cuman town center drop. Het begon eigenlijk met een onschuldig toernooi. Er was eigenlijk niks aan de hand. Het ging allemaal wel goed. Dit jaar na het Age of Games toernooi is hij met een nieuw toernooi mee begonnen. En eigenlijk vanaf dat moment ging het gewoon niet meer zoals voorheen. Hij was gewoon niet meer zo aanwezig als dat hij altijd was. Dat was eigenlijk ook wel het punt dat we het Age of Games hulphuis ingeschakeld hebben. Welkom in het hulphuis voor problematisch Age of Gamers verslaafden. Zoals u hier vandaag zult zien, hebben wij een heel aantal mensen verzameld die eigenlijk niet meer loskomen van het Age of Gamers virus. Het is alsof ze de nummer 1 in hun leven is. Ze kunnen de andere dingen er niet meer van loslaten. Ik zal u meenemen naar een aantal voorbeelden. Woeloo, woeloo, woeloo. Hé, huisje, 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 haakukukuk. Idol. Ja, hier zien we een duidelijk geval van build-order fixatie met het verkeerde hotkey ingedrukt syndroom. Toch wel een aandoening die jullie hier in meer of mindere mate tegenkomen in het AMG-hulphuis. Primorex, haakukukukuk. Waar zijn die schapen dan? Wat is die scout nou weer? Oh, doe maar oud-scout. Nee, geen oud-scout. Oh. Kijk, dit exemplaar is net deze week binnengekomen bij ons. Ja, we zijn nog volop in de studie met hem. Hij is zo gefocust op Age of Empires, Age of Gamers, dat hij krijgt niks anders meer mee. Dit is zijn wereld. Dan gaan we nu naar de volgende patiënt. Is dit ook een patiënt? Deze lijkt nog wel aardig te functioneren. Ja, dat is nou juist het gevaarlijke met dit Age of Gamers virus. De meest normale uitziende mensen zijn vaak de ergste gevallen. Zoals u ziet is in uw rustenboek. Lees maar, moet u eens opletten. Ze worden erg snel getriggerd. Nooit de bel. Townsend, waar zijn ze? Bel. Nooit de bel. Townsend. Dan zal ik u nu meenemen naar ons buitenterrein. Oh. Goed gedaan hoor. Dat was al 10 hele minuten langer dan gisteren. Hey. Wat is dat? Is dat een beeldhouder? Nee. Nee, want dat mag immers niet. Laat het zien dan. Ja. Ja, zoals je ziet moet het buitendrijf van het hulphuis echt een Age of Empires vrije zone zijn. Sommige patiënten hebben nog een hele lange weg te gaan. Kijk, zelf zeg ik altijd, it only takes one bad day. Ja, wat was ik? Een slechte dag, ja. kijk, dit is nou een mooi voorbeeld van progressie. Excuseert u mij. Oké, sluit jullie allemaal je ogen. Adem rustig in. Houd even vast. En adem rustig uit. Voel dat er meer is dan Age of Empires. Sirs, ik heb zin in bier. Proost! Laten we ons even blijven concentreren. Het is nu tijd om te delen. Hoi, ik ben Scream. Ik ben Rick. Hoi Rick. Ik ben Ace of Games verslaafd en ik erken mijn verslaving.
Nou, zoals je ziet zijn we hier bezig met het opnieuw laten integreren van onze patiënten. Om ze de stap te laten maken van het virtuele naar het reële. Maar laten we nu weer naar binnen gaan, dan verstoren we dit proces verder niet. Casual genoeg voor Age of Gamers? Join us in Valhalla. April 2024.